Ja, vrienden in Doetinchem, het is toch gewoon zo dat de Graafschap, dat staat toch voor een hechte gemeenschap. De Graafschap, dat is toch van, wij staan schouder aan schouder en we staan achter elkaar en we zijn er voor elkaar. Maar ik zie daar gewoon de laatste tijd even heel weinig van terug. Nee, en jullie weten precies waar ik het over heb. Tuurlijk, Ralf Seuntjens. Daar heb ik het over. Want ik begrijp gewoon niet wat daar nou allemaal aan de hand is. En wat de Graafschap allemaal met hem aan het doen is. Ralf Seuntjens, vrienden, die heeft gewoon heel veel doelpunten gemaakt voor de Graafschap afgelopen seizoen. En dit seizoen ook weer. En als je aan mensen gaat vragen binnen de Graafschap, vertel eens wat over Ralf Seuntjens. Nou dan, hup, dan steken ze gelijk de loftrompet. Want het is een leider en het is een goalgetter en het is een jongen die met niks genoegen neemt. En het is ook nog eens, hij is een ware aanvoerder altijd geweest voor de Graafschap. Zowel binnen als buiten het veld. En hij krijgt de kans nu om volgend seizoen bij NAC te gaan voetballen. Nou in. Ja, daar heeft hij altijd van gedroomd. Hij komt uit Breda. Dat vindt hij leuk en dat zou je als de Graafschap hem gewoon moeten gunnen. Punt. Maar nee hoor, nee, dat doen we dus niet bij de Superboeren. Nee, we pakken hem eerst de aanvoerdersband af en daarna gaan we hem ook nog eens een keer passeren en laten we hem niet spelen. Nou, ik vind het te kinderachtig voor woorden. Het is zo klein. Het is zo bekrompen, zo verschrikkelijk niks. En ik zou zeggen, Mike Snoei, Rob Jacobs, zei het al heel lang geleden tegen je. Snoei, Snoei! Hey Snoei, ben jij er goed met jou? Mike Snoei, wat slaat dit nou allemaal op? Waarom ben je niet ruimdenkend en groothartig en gun je die jongen het vertrek naar NAC en laat je hem spelen, want hij zou belangrijk zijn geweest. Snoei, Snoei! Hey Snoei, ben jij er goed met jou? Want wat hebben jullie nu dan? Je zet Seuntjens aan de kant en je hebt al 4 punten verloren. Ja, en gelijk tegen Almere en nog eens een keer van Dordrecht thuis verloren. Hé, hey, nou dankjewel. Ben je daar dan blij mee? Wat kan je nou NAC schelen? Dat is helemaal geen concurrent. Jullie zijn op dit moment bij de Graafschap jullie eigen concurrent. Jullie zitten het zelf naar de knoppen te helpen. Je had al lang gepromoveerd kunnen zijn. Snoei, Snoei! Hey Snoei, ben jij er goed met jou? Had die Ralf Seuntjens nou gewoon laten staan. En kijk bijvoorbeeld naar Ajax. Die Brobbey, wat denk je daarvan dan? Dat is eigen jeugd, zelf opgeleid. En die gaat transfervrij weg. Dat is vele malen erger. Maar Ajax stapt daar overheen. En Ajax laat hem gewoon spelen. En zo hadden jullie en moeten jullie dat ook doen. Bij de Graafschap. Vrienden. Hey, dus nog een keer voor jou. Mike Snoei. Snoei, Snoei. Hey Snoei, ben jij er goed met jou?